اوكي، بنبلش بمراجعة الأفعال بالمضارع. اوكي، أنا بحكي جملة بدون فعل وأنتو بتقولوا أي فعل. فهمتوا؟ أنا بحكي جملة بدون فعل وانتو بتقولوا يلي زخم اي فعل بالهولندية؟ لا، بالعرب. يعني مثلا مثلا هي كتاب لمحمود درويش. هي كتاب لمحمود درويش. So jullie moeten het juiste werkwoord invullen en ook goed vervoegd. Am takra. Bravo. Sah. Am takra kitab la Mahmoud Darwish. Mungkin tarjem el jumla, young case? Ook een zin maken. لا لا، ترجم يعني فرتال. ترجم يعني فرتال. شن ليست بوك انا فن محمود درويش. فن محمود درويش، فن الفلسطيني. This is the scriver. Dus daarom ik zeg niet min محمود درويش. Want als ik zeg hier عم تقرا كتاب من محمود درويش. Wat betekent dat? Dit heb je van hem gekregen. Sah. Precies. Oké. Daarom zeg ik het kitab La Mahmoud Darwish. Het is Mahmoud Darwish's eigendom eigenlijk. Oké. Tani jumle. Tweede zin. Ah, عندك kitab La Mahmoud Darwish? Oeh, شو حلو. So, Jan Kees, am je krak, tabla Mahmoud Darwish. Hallo, belest het kitab? Ben je begonnen, belest het? Ja, af en toe een gedicht. Het zijn gedichten, hè? Gedichten, hallo. Mooi. Wat, zo ben ik dus, Ali, Laura? شو اسمه الكتاب؟ Het is Almond Blossoms and Beyond. Ja, ik heb ook nog een ander boek. Dit is in het Engels vertaald. Almond Blossoms. Shajarloos. Oké, tweede jumle. Inti. سمك كل يوم جمعة. اوكي. في ليلة تايت اوف. تخوردخة. كل يوم جمعة. او يا. انتي عم تاكلي. ان عم تاكلي. لا. تاكل. Tackly was goed. Dat was niet het probleem. Het is niet met aan dan. Oh ja, want het is elke week. Bezapt. Kuljom Juma. Dus het is niet aan het gebeuren. Zo in type Tackly samak Kuljom Juma. Oké, Laura. Nahna. ملابسنا يوم السبت. تعرف شو يعني ملابس؟ clothing, old clothing. نحن بوفاسون. اوكي. اوه. Oh, ik dacht kopen.
Ja, ik zat ook kopen of aantrekken. Ja, we kopen onze kleren op zaterdag. Ja, niet heel logisch. Nou ja, als je altijd werkt. We trekken onze kleren aan op zaterdag. Nou ja, misschien ook. Ja. Okay. We passen onze kleren op zaterdag. Nahna nrassel. ملابسنا كل يوم السبت كل يوم سبت بدون سبت اوكي يوم سبت سو نغسل صح نغسل Jan Kees, into ... Musi a klassikie bilmasa. Oké. Okay. Oh, inti? Into. Into. Oh, oké. Okay. Into. Into tasmau. Klassika kul bilmasa. Bilmasa. Bravo. بترجم الجملة كان يفرطال يولي لاستر كلاسيك موسيق اوب in the avond صح كني يولي خلوف هو فيل فوراتخان يان كيس هيفت خماك مش معقول ما هيك Toen je begon, dacht dit is veel te moeilijk voor jou. We moesten we even ophalen. Wauw. Anjet, ja. Mishma'ul. Phenomenal progress, noem ik dat. Fachografiek. Ana fachografiek. Bravo. Bas barif kamen in uw jankees biedros ktier. Biamel, dayman biamel el fari. Dat helpt heel erg. Dus bravo, Alek. Oké, Michel. Henne. Min het safar. L'usbu'a jay. Min het safar. Rijaal, maar ik moet hem vervoegen. Terugkomen, toch? Terugkomen. Hinne. Bjarjau? Sa. Jarjau, ja. Hinne, jarjau min het safar l'usbu'a l'jay. Dus, hoe vertel je het? Kif betarjmi? Ze zijn... een week geleden teruggekomen van hun reis. Nee. Zij komen volgende week terug van hun reis. Het was waar jij is volgende week. Oké, Laura. Anna. Shari. Shari. Tlet. Oh, ik ga altijd dit werkwoord. Shari. Tlet marat bil usbu'. En Brussel. 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 En Brussel. Shari. Shari. Ti. La. Shari. Oh, Shari. Tlet marat. Tlet marat bil usbu'. Oké. Shu yani? Ik was mijn haar 3 keer in de week. Oké, Jan Kees. Hier. ... Min het zien. Baad usbu'ain. Twee weken. Hier. ... Min het zien,
بعد أسبوعين. نسين. Jasje, zou ik zeggen. Jasje? Nee, dat zie je. Ja, oh, hier Tarsje. Zag. Hier Tarsje min Sien, baad Oeswijn. De Tarsje? Ja, zo. Ze komt terug na 2 weken van, maar dat weet ik niet wat het is. Weten jullie? Sien, China. Oh. Oh. Sien is China. Oh. Ze keert over 2 weken terug van of uit China in het Nederland. Ah, hij bent tak. Hij bent tak, Janke. Ja, bent. Oké. Michel hier. .. مع مديرة عن الشغل. مع مديرة تحكي؟ لا نتكلم عن كلينا انباسينغ. كيك هي مع مديرة عن الشغل. Over werk. Hey. Praat. Zij praat met haar, ja. Met haar baas over werk. Nee, hey, dat betekent dat zij is nu aan het praten, toch? Oh, oké. Okay. Am tahki. Zag. Am tahki ma mudira aan de schrift. Laura. Inta. .. Helwayat ktir taibe. Inta. Inta. Dit boek. Halloween. Ktir. Taibe. Dat kan. Maar normaal, we zeggen niet je kookt dessert. Je maakt dessert. Oh, oké. Inta. تعمل حلويات كتير طيبة. إيه. You make lekker dishes. So حلويات. So zeg je verschillende. Dat als je bedoelt verschillende soorten desserts. Ja. Oké, Janke, hoe makalat fi jarida? هو تعرف شو يعني مقالات؟ إيش تاس بريخت أو شو؟ نعم. أرتيكل. أرتيكل. في الجريدة. يا ديس ليش كان يا يا يقرأ. Dat kan eigenlijk, dat kan. En ik bedoelde, hij schrijft artikelen. Dat kan, allebei kan. Yakra kan. Biktub, ja. So hier kan je zeggen yakra of yiktub. Biktub. Biktub, malanaat. Makalaat. Makalaat. Fi. Nee. Fijari. Fijarida? Fijarida. Michel, الأولاد لازم إيديهم قبل وبعد الأكل. الأولاد لازم إيديهم قبل وبعد الأكل. Is dat wassen? Oh, hun handen. Oh ja, van idee. Oké. Okay, lezen, ja, dus we moeten. Hè? Ja, wassen. T-
Trasalu. Sorry. So je moet het vervoegen als hom of hinne. Ja, rasalu. Irasalu. الأولاد لازم يغسلوا إيديهم. So إيد إيديهم. إيديهم هن هندن قبل وبعد الأكل. هو فرتال ده؟ Zij moeten hun handen wassen voor en na het eten. صح. أوكي. آخر جملة. De laatste. Anna, punt. Fustan, tawil, aswad, bil'ars. Anna labisa fustan aswad bil'ars. Ja. Hoe vertel je? Kif betterjem? Ik draag een zwarte jurk op de bruiloft. En deze zin kan twee dingen betekenen. Het kan betekenen dat je nu aan het dragen bent, als de bruiloft nu is. Maar het kan, stel de bruiloft is, weet ik niet, ergens in de toekomst. Dat kan ook toekomst zijn. Oké. En dan zag je er wel... Ook in het Nederlands trouwens. Nee? Als je zegt, ik draag een lange jurk op de bruiloft. Dat ja, kan meer misschien... ook in de toekomst zijn, toch? Ik ga dragen. Ja, maar je kan ook zeggen, ik draag... Ja. Op de bruiloft draag ik mijn lange... Ja, kan. Dus deze kan tegenwoordig of toekomst. Maar als het toekomstig is, dan is het ook nog lipsy? Of is het, wordt het dan wel... Het blijft lipsy. Want de participle, deze lipsy, je kan het ook in de toekomstige tijd gebruiken. Als je dan zegt ook de tijd. Dus stel, je gaat morgen naar Rotterdam. Zeg je Ana raiha bukra. Bukra, naar Rotterdam. Door bukra te zeggen, maak je toekomst. Oké. Dat is best handig. Oké. Ktir mnih, bravo. All of you. Oké, galina nekra tekst Shehrazad. Nas Shehrazad. Oh, yeah. Krijg er nog een liedje van Fairuz. Ktir halwe. Ah, oh, cool. Okay. Yalla nikra. Hoe laat is het? We moeten de tijd in de gaten houden. Het is al half uur. Oké. Lazim nikra bi sura. Ja. Wel lees je een kees? Oh, het lezen, ja. Oké, wat we gaan doen is elk stukje dat je gaat lezen... Ga je ook vertalen en ga je de werkwoorden naar de verleden tijd veranderen. Daarna. Oké. Ja. Oké. Kan Yamakan fi mamlaka Farisia Malik Bissem Shehriyar. Ja.
Kan Shahriyar Yakra Nisa Laina 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 Jauje Ha Jauje tu Jauje Al Lola Ula Ula Oh yeah Al Ula Kat Khali. Yeah. En nu? Verder nog? Min el Radev. Min el Rada. Min el Rada. Kan Shahriyar Yat Jaush Imra Mukhtalifa Ul Yom Uwa Yammer Ja, mooi. Harismo? Harisahu. Harisahu. Bukatel. Bukatel, ja. Bukatel. Jaujeta. Jaujetahu. Al Jadida. Fin. Al Yom. Al Tali. Oké. Oké, beterzen. Ja, even kijken. Man, kan je maar gaan. Ja, ja, er was eens een koning in het koninkrijk van Perzië die Shahriyar heette. En ja, Shahriyar die haatte zijn vrouw. Omdat zijn eerste vrouw hem bedroog. Van, ja, wat was dat weer? Vanaf dat moment, of niet? Min el Ghadab. Het komt van Radwan. Oh ja, uit woede was dat. Ja. Van de woede. Uit woede. Uit woede. Uit woede. Trouwde Shahriyar een verschillende vrouw op elke dag. En en hij beval ze. Hij beval zijn. Wat is nou? De wachter. Om zijn vrouw te doden. Zijn nieuwe vrouw te doden de volgende dag. Oké, de werkwoorden. Dat was de oefening. 5-6-3. Ja. Werkwoorden moest veranderen naar de verleden tijd. Wat hebben we hier? Kana Shahriyar Yakrahu. Yakrahu. Ja, oh, dat moet naar de verleden tijd. Dat is. Kana. Karaha. Karaha. Karaha.
Aten. Dan yatazawaju. Oh, dat is vertrouwen. Waar staat dat ook weer? Dat is trouwen. Yatjauze. Tazawaja. Zonder de ja aan het begin. Tazawaja. Tazawaja. Tazawaja, ja. Tazawaja. Dat is hij trouwde. Ja, Muru. En Yamuru is Amara. Amara, toch. Ja, dat is het. Oké, Michel. Ik vond het heel moeilijk, maar ik ga het even proberen. Fi yomin el ayam bada am kam sharayar kat katla elf leil nee elf zauja Yabba tu an apna abun abun ibnatahu 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 shahrazad ala el melik Kanat Shahrazad Amr Imra'a 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 Latifa u Jamila u Lakinha Kanat Assalam. Aidan. Aidan. Zakia. Jiddan. La. Lanha. Takra. Takra. Ktiran. Oké, tot hier. Nee, Michel. Oké, betergmi. Shway. Oké, jelle. Jerbi, probeer het. Fiyum. Fiyum in el aya. Op een dag? Nadat Shirayar had gedood. Had, ja, precies. Had 1000 vrouwen gedood. Stuurt zijn vader. Zijn dochter. Stuurt een vader. Zijn dochter naar de koning. Shahrazad was aardig. Ja, een aardige, mooie vrouw. Okay. Imra'a is vrouw. Oh ja. En ook slim. Ja, ze was ook heel slim. Omdat ze heel veel las. Omdat ze veel leest. Las. Nee, leest. Takra. Oh ja. Omdat ze veel leest. Oké, de werkwoorden. De werkwoorden. Dus, werken zij in de tegenwoordige tijd? Katala, dus ja, doden. Verleden tijd. Oh.
Sturen. Aha. Ja, baatsen. En dat is dan in de verleden tijd baat. Ja. Lezen. Aha. Takrao. Karaat. Ja, karaat. Braaf. Oké, Laura? Filelatin. Tahdaru. Shahrazad. Anda al-Malika. Maliki. Wa tahki lahu hikaya. حكاية ولكنها تتوقف و تترك الحكاية في مكان مشوقا قبل النهاية. يسألها الملك عن نهاية نهاية الحكاية ولكنها ترفض أن تحكي أكثر لأن الوقت قد تأخر وبدأ شروق الشمس. الشمس كثير منيح لها. اوكي. في ليلة تحضر ليه. In de avond? Ja, oh, in, niet in de avond. Een avond. Oh. Dat in, dat maakt het onbepaald. Oh ja. Een avond. Wacht hier. Was dat ook weer begon? Begin? لا تحضروا تحضر بيت ودتين حضر أنا عم بيزخ زين بس أوكي أخليك يا زي خات زي زباي دكومي أوكي open afond is Shahrazad by the koning en vertelt ze hem een verhaal maar of omdat zij wat maar ja maar maar zij lekkina ha dus maar zij ja maar zij dus vertaald hè de onderstreepte woorden zijn vertaald ja maar zij stopt en ja die wist ik niet dat Ruku. Wat betekent dat? Taraka. Wij taraka. Verlaten. Oh ja. Oké. Maar zij stopt en verlaat het verhaal. Nee, het verhaal. Of laat. Het kan ook, ze laat het verhaal. Oké, okay, ze laat het verhaal. Wie mij kent, Mushawik. Mushawik. Een spannende plek. Oké. Okay. Makan is plek. No. Fishy makan, fishy insan. Ja. Maar ik heb het gevoel dat jullie hebben het niet echt voorbereid of wel. Hebben jullie het wel voorbereid en de oefeningen gemaakt?
Ja. Ja. Ook wel die Quizlet-lijst gemaakt, maar blijkbaar dus weer heel erg veel vergeten. Oké, okay. Zij laat het verhaal op een spannende plek. Voor het einde. Hij vraagt haar, de koning vraagt haar over het einde van het verhaal. Maar zij weigert dat te vertellen. Of ja, te veel te vertellen. Meer te vertellen. Meer te vertellen. Omdat de tijd al... Het was al laat geworden. Omdat het al laat was geworden. En de zonsopgang begint. En kad te echer, je kad. Omdat het is kad met tegenwoordige tijd. Betekent... Ah, sorry, nee. Het is kad met verleden tijd. De echer is verleden tijd. Daarom is het al. Je vertelt het als al. Oké. En de werkwoorden? Hadara was... Hadara is... Ja. Tahdaru? Ja. Zij is in zijn aanwezigheid, toch? Was dat? Hadarit. Je hadarit. Ja. Ze zegt... Hakit. Hakit. Zij stopt. Tawakkafit. Zag, tawakkafit. Tawakkafit. Ja, die voelt... Taraka, dus dat wordt dat tarakit. Zag, tarakit. En hij vraagt... Hoe, ik ben altijd die accenten kwijt van vragen. Is het dan gewoon su'ala? Yes, elu. Yes, elu. Sa'ala. Sa'ala. Oké, hoe is sa'ala? En weigeren, zij weigert. Is dan rafadit? En volgens mij was dat de laatste, toch? Ja. Zag, de rest is verleden tijd. Oké. Okay. De rest, ja, kan je zelf vertalen met de antwoorden. Je hebt de antwoorden in Dropbox. Ik snap dat het is een moeilijke. Nee. No, jullie hadden 2 weken om te doen. Hebben jullie wel de Quizlet gedaan van het Arabisch? Eén keer? Marra wahde? Martijn. Maar ik heb geen Quizlet of zo gedaan, maar het is echt moeilijk. Heb je ook met de MP3 geoefend? Nee. Ja, daarom, ja. Je hebt allerlei tools om je te helpen, maar je gebruikt ze niet. Ja, MP3. En een MP3 in Dropbox. En je hebt een Quizlet-lijst vanuit het Arabisch naar het Nederlands. Dus als je deze niet gebruikt, dan ja, natuurlijk is het moeilijk. Ja, ja. Gebruik wel de tools om je te helpen. Want bij die Quizlet-lijsten staan ook gewoon al die werkwoorden bijvoorbeeld. Nee, alles wat is in de rode tabel. Al deze woorden staan erin. Oh ja. Oké, kijk, de luisteroefening. Hebben jullie de vragen van 5.7? Deze? Ja. Hey. Die was wel gewoon weer makkelijk. Maar misschien ligt het omdat het gewoon MSA is. Die ja, het is andere.
Ja, de Sami. En ja. Oh ja. Oké, zo dit is ook een soort spreekoefening, dus laten we het doen. Iedereen stelt de vraag aan de andere. Dus we beginnen. Jan Kees, bis'al Laura. Baden Laura bis'al Michel. Michel bis'al Jan Kees. Van 5-7. Oké. Louis. Rahim. Badria Wahamel. Badria Wahamel. Rahim. Al Funduk. صح على فندق مرحبا صح؟ لا اتوس مطعم مرحبا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا فوز ماريا يا ميشيل كيف كيف بدون كيف بدون يروحوا على الفندق بترجمي السؤال ميشيل Nou, dat was de enige waar ik een kringetje op gezet, om dat tweede stukje. Dus Kief wel, en, maar dat... Hoe willen ze gaan of zo? Is dat het misschien? Oké. Hoe willen ze naar het hotel gaan? Zij willen... Bidhun wil taxi. Bidhun yeroughu bil taxi. Jan Kees, shu ismu saak el saik el taxi. Oké, beterjem Jan Kees. Dus saik el taxi. Oké. Ismu Rijd. Zeg, taxi, yani de taxichauffeur. Zeg. Ja, ja. Oké, Janke. Oké. Wen al funduk. Bil. Bezakt. Bezakt. Voor de funduk bezakt. Hoe bij min al matar? Oké, beterjem je vraag, Laura. Waar is het hotel gesitueerd? Waar is het precies? Oh, waar is het precies? Is het hotel ver van vliegveld? الفندق مش بعيد من المطار بس 45 دقيقة صح وين الفندق بالضبط؟ الفندق في جنوب المدينة جنوب المدينة يا فني وقت جنوب أمام جنوب was it so ابن فرحان يا يا جنوب عمان اوكي so زاد عمان اوكي wat is noord ook weer Schmel. Oh ja. Michelle, lees maar voor Adan. Adad? Lees maar voor Adad de taxi. La inno
Adhun Ayun Halloween. Vindt u zo uit? Ja, waarom hadden ze geen, geen taximeter? Waarom is er geen taximeter? Omdat ze hebben mooie ogen. Ja, en het was balèche voor hun, want ze hadden mooie ogen. Oké. Okay. Hij zei Mish Daroure. Mish Daroure, ja. Toen Ayuna. Dan moet je zeggen, Mish Daroure l'Adad, l'Ennu Andhun Ayun Halloween. Oké. Dus het is van, waarom is er geen meter? Omdat ze hebben mooie ogen. Het was niet noodzakelijk omdat ze hebben mooie ogen. Oh ja, oké. Oké, pardon. Jan Kees. Min wen hun amel obadria? Min wen amel min Palestine obadria min Tunis. Zo. En les, kijk, misschien. Les amel shuka. Shakla. Shakla, oh ja. Shakla al janti. Janti. Ajnabi. Ajnabi, oh ja. Ajnabi. Les amel shakla ajnabi. Ja, Laura. Wat kan je voor betergemi? Ja. Waarom heeft Amal een soort zuidelijke vorm of zo, maar dat werd dan vertaald als buitenlands. Buitenlandse uiterlijk. Vorm. Shakel is ook uiterlijk. Ja, hoe ze eruit ziet. Oké. Huh? Maar is shakel nou ook vorm? Of heb ik dat verkeerd? Oké. Dus je kan niet zeggen buitenlandse vorm. Oké. Die NH. In Amal. Min. Almani. Almania. Almania. Lianu im Amal min Almania. Omdat haar moeder komt uit Duitsland. Oké, Michel. Laura. Min wen? Alta. Aile. 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 Badria. Wat is Aile, Michel? Familie. En aan de ziet, maar ik denk Imha min Tunis, nee, Imha min Palestine of Abuha min Alemania, Alemania. Nee, Badria. Badria. Niet Amal, dat is Amal. Oh, oké, dan eentje was Zweden. Dus... Abu Hamin Swede. Abu Hamin de Swede. Min de Swede. Hoe Emma? Palestine? Tunis. Oh. Emma min Tunis. Oh ja, even kijken. Lawen. Assam. Ra'et. El Benat. Olamin Hue. Lawen Azam. Azam. Wat is Azam? Uitnodiging. Raid, Azam al-Banat,
Baruch ila matam marhaba. So azam al banat ila matam marhaba. Okay. Is dat uitnodigen, is dat dan ook een werkwoord of is het gewoon altijd azam? Of kan je het vervoegen? Azam. Okay. Oei, azam. Dat is een werkwoord. Dan moet ik eens zeggen, hè? Sorry. Kaddish, Kaddish Azem. Kaddish Lazem. Sorry. Kaddish Lazem. Yadfau la Laret ala Mash. Shua al taxi. Kaddish lazim yitfau la ra'id. Hoeveel moeten ze betalen aan ra'id? Yitfau, oh ja. Yitfau, betalen. Hoeveel moeten ze betalen aan ra'id? Ala mishwar taxi. Voor de taxi rit. Kanoa Rijnin. Zijnin. Zalanin. Kanu Zalanin. Kanu Zijnin. Zalanin. Zalanin. Ja, zeg het maar. Oké, waar is de boot? Ja. لازم يدفع لغائد 45 دولار هن ما زعلانين بس مسترخبين وقت تغريبين. Dat is toch verrast? Of verbaasd? Verbaasd, oké. Misterbien, zah. Oké. In de mitzal en niet, bas misterbien. Hallo. Oké. Ik was trouwens Badria, Abuha min Tunis, en Emma min Zweed. Dan zei ik dat toch? Hè? Abuha min Tunis. Oh, dat zei ik niet. Ze zei Abby, Abby Toensi en Emmy Swaydia. Michelle, lees ten bedoen Jeroho maar Ra'id ala al-matam. Oh, wacht, vertalen. Denk ik. Waarom wilden ze dan toch met Raid mee naar het restaurant? La'innu amal joane u badrie lezem broeg a hamam. Terroeg. Ja, ik weet hoe? Badrie lezem betroeg. Betroeg. Al-Hammam. Oké. En ze waren, wacht, Hinne, Gap, Emel, Hun, La'innu, Mish, Rali. Mishu? Mish, Mish Balesh. صح. خاب أمل لأنه مش بلاش.
لأنه رأيت بالأول وقال آه بلاش لأن عيونكم حلوين بعدين بيقول بدي 45 يورو هو اللي حرامي Okay. In Dropbox heb je de hele vertaling, hè? En de Arabische tekst en de vertaling. Dus als je iets niet helemaal begrepen hebt, kan je het nog een keer doen met de tekst erbij. Oké, Galina Nahki Halla. Voor volgende week. Ja. 5.8, denk ik. Ik moet heel snel even naar de wc. Oké, Jelle, laten we 2 minuten break. Oké. Pauze.